Mark Koeken, vorig jaar voor de eerste keer op interstage met KV Oostende, dit jaar voor de tweede keer hier in Estepona. Is het een mooie traditie die geboren is? Ik denk dat het belangrijk is, hè. Midden in de winter een keer wat vitamine D opsnuiven. Hè. Tot rust komen, allemaal samen zijn. Het waren heel speciale omstandigheden dit jaar. Al de eerste Hans de Charlie Hebdo toestanden en dan het verschrikkelijke nieuws rond Junior Malada. Maar des te meer is dan nodig om samen te zijn, om ons te concentreren. En om te proberen een goede stage te doen en klaar te zijn voor het tweede deel van het seizoen. Ik denk dat dat weer topgeslaagd is. Ja, we lijken inderdaad klaar. Twee overwinningen, geen enkel tegendoelpunt geïncasseerd. Alleen maar goed nieuws zeker, hè? Ja, met die oefenmatchen. Hè. Het zijn maar oefenmatchen, maar oké. Het is altijd beter om ze alle twee te winnen. Verdediging zat solide in één. Ik denk bijvoorbeeld vandaag tegen een Albanese kampioen, waarvan ik de naam echt niet ga uitspreken. Hoe noem je die weer? Skenderbeu. voilà. Tegen een Albanese kampioen dat we die vier mooie doelpunten gemaakt hebben. Echt mooi uitgespeeld. Maar ja, we beginnen wat meer kracht van voor te hebben. Dus ja, als er een schone kans komt, staat er daar ook iemand om binnen te trappen. Dus nee, goed. 6 goals, 5 verschillende scoorders, 2 keer de nul houden. Geen gekwetsten. Ja. We zijn klaar voor zaterdag. Maar ja, zaterdag begint hij de match 0-0. En ondanks het feit dat die Albanezen toch een paar voorrondes Champions League gespeeld hebben, Kortrijk zal andere koek zijn, hoor. U zegt meer kracht vooraan. Dus Musona is daarvoor ook aangetrokken. Achterin hebben we Milic erbij. Wat mogen we verwachten van die twee spelers, denkt u? Ik denk dat we wel korte en lange termijn moeten bekijken. Korte termijn hoop ik dat ze een paar keer echt goed tonen wat dat ze kunnen. Ik moest winnen met zijn 2 goals in de eerste match tegen NEC. Je mag ook niet verwachten, fysisch, dat die onmiddellijk top zijn. Dus elke match de pannen van tak gaan spelen. Je zag dat vandaag als linksachter kwam Milic toch nog wat conditietekort. Eergisteren als centrale verdediger deed hij het wel zeer goed. Dus korte termijn er staan als ze er moeten staan, maar dat gaat niet altijd zijn. Maar vanaf volgend seizoen denk ik dat de kans reëel is dat dat twee vaste waarden zijn. Ja, dus heel grote talenten en die nog kunnen groeien. Van den Driessen werd ook al aangetrokken in de optiek van volgend seizoen. Tot slot misschien, mogen de supporters in januari nog iets verwachten? Of zegt u, onze kern is nu wel compleet tot het einde van het seizoen? Tot het einde van dit seizoen hebben we NC meer dan genoeg. Maar zelfs naar volgend seizoen toe zijn we er ongeveer. Hè. Voor dit jaar bleef hetzelfde. Een beetje scorend vermogen te weinig. En de meeste supporters gaan u zeggen, veel scorend vermogen te weinig. Ik vind een beetje scorend vermogen te weinig. En in de breedte, ja, toch onvoldoende mensen. Allee, vanaf dat er een paar gekwetsten of geschorsten waren, werd het moeilijker puzzelen. En ik denk naar volgend seizoen toe dat we met Musona, met Van den Driessen, met Milic, en misschien nog met één of twee anderen erbij, dat we weer al een stap voorwaarts zouden moeten zetten. En dat proberen we elk jaar, kleine stapjes vooruit te zetten. En voor de rest van het seizoen is dat meer dan oké, die ploeg dat we nu hebben. En dan volgend seizoen, ja, zou dat weer iets sterker moeten zijn. Het wereldploegje die alsmaar beetje bij beetje groter wordt. Ja, ons wereldploegje krijgt vorm. Hè. We krijgen geleidelijk aan een kern van 18 à 20 spelers die allemaal echt goed zijn en elkaar kunnen versterken en de ene kant dan een keer een zwakkere periode hebben en een keer geschorst zijn, een keer gekwetst zijn. De anderen staan er klaar voor. En KVO is er klaar voor. Dus theoretisch zit het goed in één. Nu nog de praktijk.